Professor Jack Menkel, tot vandaag de voorzitter van het universiteitsbestuur, heeft vanmorgen tijdens twee bijeenkomsten teruggeslagen in de kwestie van zijn aangezegde ontslag in de eerste bijeenkomst, die een buitengewone gecombineerde ALV was van de WFU. Hierbij heeft Menke de aanwezigen omstandig uitgelegd wat er zich de afgelopen weken heeft afgespeeld. Het komt erop neer dat er een scenario is ingezet om de Institute for Graduate Studies, IGSR, te doden en hem uit te schakelen. In ronde woorden gaf de voorzitter van het ADECUS-bestuur aan dat er totaal geen ongeregeldheden hebben plaatsgehad. Volgens hem wordt de universiteit op deze manier gewoon kapot gemaakt. En dan liefst, weet je, vanuit dus het bestuur. Dus dat wil niet zeggen vanuit eigenlijk dat je zegt van, je gaat een koep van onderen plegen. Dus ik zeg van, oh, dit is eigenlijk onkan. En wat er gebeurd is in dat hele proces vanaf 21 december, is dat eigenlijk ik heb geprobeerd om de zaak niet te laten ontploffen. En ik ga je zeggen, er is alles gedaan. En dat is die verantwoordelijkheid die ik met u deel. Want de hele universiteit krijgt schade ervan. En ik vind dat ik het met u moet delen. Wat ik heb gedaan, is na het gesprek op 21 december met de minister van Onderwijs, dat ik daarna stap heb ondernomen om alle partijen bij elkaar te brengen. Met de VP. En ik ga u zeggen, dat was één goed initiatief. Alleen kwam er natuurlijk weerstand om bepaalde mensen erbij te hebben. Men wilde Schalkwijk eerst weer niet erbij. En uiteindelijk mocht hij erbij van de VP. En toen hij daar aankwam, is eigenlijk door iemand aan hem gezegd van nee, jij mag er niet bij. En toen het werd hersteld, wilde meneer ook niet erbij. En hij was een van de key personen. Nou, belangrijkste is, lang verhaal kort, het was een hearing van 4 uren. Iedereen kon zeggen wat hij wilde. Ik heb mijn zegje ook gedaan. En mijn zegje komt erop neer. Ja, ik ga het nu niet lezen. Ik heb dat rapport. Ik heb nog nooit in mijn leven iets zo met de grond gelijk gemaakt. Aan onwaarheden. En aan, je moet op een universiteit logisch denken. Hè? Je conclusie moet besloten liggen in die dingen die je vooraf zegt. Nada, het was niks van over. Menke hield de WFU-leden en andere aanwezigen ook voor wat de reden van zijn ontslagaanzegging door de minister van Onderwijs was. Geschreven staat dat zijn conflicterende betrokkenheid bij de PhD-school de aanleiding daartoe zou zijn. Dus dan begin je al te vragen van, nou, staat dat conflict? Weet er nog steeds niet. Dat staat er tussen haakjes. Zonder voorafgaand PVU-besluit daartoe. Dan ga je helemaal, dan stort je gewoon neer. Dus Soniel zit te lachen. Ja. Soniel is bestuurslid hoor, hij zit te lachen. Dan denk je van mij, guns, waarmee zijn we bezig? Ik ben afgevaardigd in een bestuursvergadering. Samen met die 4 mensen. Dat staat er hier in een brief van de minister. Zonder voorafgaand BVU-besluit. En het ontbreken van fundamentele regels om standaarden te garanderen. Uw onbehoorlijk handelen door beslissingen te nemen zonder de rest van het bestuur. Dames en heren, hier en daar. Je moet een stok om die hand te slaan. Hoor. Dit is niet eens een stok om die hand te slaan. Dit is werkelijk. Ik begrijp het allemaal. En je zit naar me te kijken. Dit is geen comedie, dit is reality. Dit is een reality show. Dus eigenlijk een stand-up comedian, weet je hoeveel geld hij hiermee zou verdienen? Met deze Larry Cook. Het is je reinste onzin. Als je een stok wil hebben om Soniel te slaan, dan je zoekt wel morgen, dan ga je een echte stok zoeken. Maar dit slaat absoluut nergens op. Dit geeft aan het niveau, weet je waar? Wij zijn gezakt. Aan het eind van de buitengewone vergadering van de WFU mocht de scheidende UVS-voorzitter uit handen van de voorzitter Hugo Blanker en enkele bestuursleden een kunstwerk in ontvangst nemen. Blanker gaf aan dat dit kunststuk een drie-eenheid symboliseert. Menke sprak daarna zijn erkentelijkheid uit aan het adres van de WFU over de samenwerking die de laatste 3 jaren is ontstaan, in dialoog en soms in strijd, maar met alle respect.
Hij bracht ook dank aan alle medewerkers van de ADECUS. De buitengewone gecombineerde ALV van de Werknemersfederatie Universiteit is gehouden in de University Guesthouse.